Hoi, ik ben Annette. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Oh boy, heb ik toch weer een challenge voor mezelf vandaag. Vandaag ga ik, zoals je ook al aan de titel kon lezen, een tutorial volgen zonder beeld. Right. Ik ben zelf op dit idee gekomen toen ik het zag bij The Queen Nikki. Ik weet persoonlijk niet waar het idee oorspronkelijk vandaan komt. Ik weet wel dat het al redelijk lang bestaat, maar ik zag het bij Nikki en ik vond het gewoon zo onwijs grappig. En ik dacht, oh god, ik ben echt totaal geen beauty girl of überhaupt goed echt in make-up of zo. Dus voor mij gaat dit een onwijze challenge worden. En misschien als je het kan herinneren, heb ik ook een best wel tijdje terug een tutorial van Nikki Tutorials gevolgd. En ja, het lijkt echt alles behalve op. Ja, dat heb ik niet. Crap. Mascara. The glam is starting to come on and I feel way better. This cold can suck my lip. Dat had ik ook aardig verpest voor mezelf. En dat was nog met beeld. Zo. Ik ga vandaag een tutorial namaken van een andere grote beauty guru, namelijk Jessie. Ik vind het gewoon tof. Gewoon een top wijf. Ik hou ook echt van hoe zij haar make-up doet. Ik heb dus werkelijk geen idee hoe de tutorial in elkaar zit, wat voor kleuren er worden gebruikt. Dus ik heb letterlijk mijn volledige make-up stash maar gewoon hier neergelegd. Ik heb al mijn kwasten, ik heb al mijn make-up paletten. Ik heb echt 500 verschillende lipstick kleuren, zodat ik voorbereid ben. Dus, oké, let's do this. Hi, ik ben Jessie. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Welkom terug op mijn kanaal. En als je nieuw bent, welkom bij mij en dit geweldige nieuwe NARS palet. Ik ben zo excited. Oké, great start. Ik heb die dus niet. Ik heb niks van NARS. Maar hopelijk heb ik een beetje dezelfde kleuren. So we can make this work. Als allereerst ga ik beginnen met deze kleur. Dit is de kleur Beaumaris, denk ik. Hoop dat ik dat goed uitspreek. En ik ga daarin met een Zoeva. First of all, moet ik niet eerst mijn gezicht doen. We beginnen gewoon meteen met de ogen. Oké, ze heeft het over een bepaalde kleur. I don't know which one, so. Dus deze ga ik als allereerste als transitiekleur in mijn arcadeboog zetten. Ik zet eerst uit een beetje lijnen en dan blend ik het met kleine ronddraaiende bewegingen naar boven. Oké, het is dus een transitiekleur, dus ik neem aan dat het redelijk lichtbruin is. I'm just guessing. En die breng ze dus aan in de arcadeboog. Great start. Waarom ben ik geen Nikki Tutorials die gewoon een assistent heeft die dit voor me kan doen? Dit werkt echt zo onhandig. Ik moet elke keer een soort van zoeken naar die playbutton. Dus ronde bewegingen in een C-beweging of zoiets. Dan pak je deze burnt orange kleur. Dat is de kleur Almwick. En deze pak ik op een wat preciezer kwastje. En dit is de Morphe M513. En hier ga ik er heel licht in. Zorg dat ik alleen het puntje gecoat heb. Dit tik ik af. Hiermee draai ik wat minder rondjes mee. Deze blend ik wat meer in de transitiekleur samen. Burnt orange kleur. Huh? Ik heb hier wel een beetje, ja, dit neigt naar oranje toe. Ik heb niet echt iets wat er meer op lijkt. En ze doet het dus met een preciezer kwastje. Nou, die heb ik op zich ook wel. Dip ze er een heel klein beetje in. En dan moet hij dus door de transition shade. Daar moet hij dus doorheen. Toch? Dat zei ze toch? Dit is letterlijk een paletje van de Primark. Dus even het verschil tussen een NARS palet en een Primark palet. Oh wel. Oh, dit paletje ruikt zo lekker naar chocola. Ik rave er nu echt naar. Als je nu denkt van, ik vind het niet heel mooi geblend hier. Kan je gewoon weer terug met die vorige brush waar niet nieuw product pakken. Maar gewoon met die vorige brush en dan dit randje weer een heel klein beetje verder uitblenden. Dan ga ik in met deze hele donkerbruine kleur. Dit is de kleur Versailles. En deze ga ik aanbrengen met dit super precieze kwastje. Dit is de Morphe M506. Dus ik dip hem maar een beetje in. Tik hem goed aan. En wat ik hiermee ga doen is puur alleen het uiteinde ga ik aanzetten. Dus een super donkere bruine kleur. Ik heb deze hier van Sleek. Maar ik heb dus ook een die shimmer is. Ik gok gewoon voor de matte kleur. Oké, het wordt nu wel echt een stuk donkerder. Maar ik denk dat dat de bedoeling is, I guess. Dan ga ik deze hele mooie super gouden shimmer kleur gebruiken. En dit is de kleur Windsor. Hiervoor ga ik mijn brush uiteraard nat spuiten. Oké, hold up. Die heb ik niet. En deze breng ik aan vanaf het midden. Oké, ik heb hier dus wel best wel wat gouden kleuren liggen. Maar de vraag is dus, is het een koele goud? Ik heb ook meer een warme goud. I don't know. Dit is zeg maar wel een vloeibare oogschaduw. En zij gebruikt duidelijk een poeder. Dus ik denk dat ik voor deze gouden kleur ga van Sleek. Misschien dat die het meest in de buurt komt. En hij moet dus nat worden gemaakt. Ik ga hem ook maar weer gewoon voor het hele precieze kwastje.
echt een mooie kleur. Ik ben echt weer paletten aan het herontdekken gewoon. Want ik heb dit palet echt al heel lang niet meer gebruikt. Alles behalve uitgelend, maar ik hoop dat die stap nog komt. Ik trek weer terug in Alnwick. En die ga ik dus hier aan het uiteinde blenden. Oké, dus weer terug met de oranje kleur. En dus weer aan de buitenkant. Over de donkere heen of zo. Ik ga er wel gewoon een beetje omheen, overheen, zoiets. Is er enigszins verschil? I don't know. Dan pak ik dat hele precieze penseeltje weer en nogmaals de kleur Versailles. Die hele donkerbruine kleur. Die pak ik maar een heel klein beetje. Dat heb ik heel goed af. En nu ga ik vanuit mijn ooghoek aan de buitenkant het onder mijn oog aanbrengen. Easy step. We can do this. Van onder aanbrengen. Te dicht op mijn waterlijn. Zoiets, I guess. Hey. Je wilt echt niet weten hoe moeilijk het is om elke keer die playbutton te vinden zonder ook maar iets te zien. Hello, where you at? En ik stop bij het midden van mijn oog. Daar stop ik. Zodat het wel mooi overloopt met de C hier. Maar het niet onder mijn hele oog super donker is. Dan pak ik weer die Morphe M513. En nogmaals die kleur Walnwick. Walnwick, ik vind nog steeds zo'n rare naam. En deze ga ik verder blenden onder mijn oog. I'm so confused. Was het die oranje kleur? Ik ga maar vanuit dat het die oranje kleur was. Ik heb het volgens mij echt veel te donker om mijn ogen gemaakt. Zodat ik er ook hoorde, ja, we moeten het niet te donker maken onder de ogen. Oké, well, that's a little bit too late. Ja, oké, ik ga er maar niet te veel meer aan klooien voordat ik echt hele zwarte onderogen straks heb. Oh, ik denk echt een panda weer. Jesus girl. Dan pak ik deze allerlichtste shimmerkleur. Dit is de kleur Dover. En deze pak ik ook een wat preciezer penseeltje. En dit is de Morphe E18. En hier ga ik er een beetje mee doorheen. Ik weet niet of ik hem met of zonder Fix Plus ga gebruiken. Ik ga hem eerst zonder, zeg maar, een fixing spray gebruiken. En dit ga ik in mijn ooghoek aanbrengen. Als inner corner highlight. Ik wil met. Ik heb hier op zich wel zo'n soort kleur liggen. Dus we gaan het daar maar gewoon mee doen. Dus weer met een precies penseeltje. En zij doet het met setting spray. Dus dat doen wij dan ook maar lekker, hè? Oké, en dan dus in de inner corner. Ja, deze kleur matcht dus echt totaal niet met het goud. We moeten het er maar mee doen. Oh. Advertentie. En nu pak ik nog een keer deze kleur en deze brengt aan onder mijn wenkbrauw als een wenkbrauw highlight. Wow, oké, girl, slow down. Dus weer dezelfde kleur en dan brengt ze het dus aan onder haar wenkbrauw. Het is wel echt een shimmerlookje dit. Damn, shining. Nu ga ik met de Roller Lash een klein laagje mascara aanbrengen op mijn bovenwimpers voor de nepwimpers. Ik heb geen nepwimpers. Die draag ik namelijk nooit. Ik ben redelijk blessed met lange wimpers. Dus misschien moet ik ze gewoon extra dramatisch maken. Dat het een soort van hetzelfde effect heeft. Dus we moeten de nepwimperstap skippen. Gaat top dit, jongens. Ik krijg trouwens echt heel vaak de vraag welke mascara ik gebruik. Maar ik gebruik deze mascara's van Essence. De Supercurl en de Volume Hero. En ik moet je heel eerlijk zeggen. Ik heb veel mascara's van Essence geprobeerd die echt shit waren. Maar deze zijn echt heaven. Ik had laatst ook een story op mijn Instagram geplaatst waar ik deze mascara op had. En ik had ook echt een paar reacties gehad van wow, heb je wimpers laten verven? Heb je ze een lift laten geven? En ik kreeg zo, nee girl, gewoon Essence mascara. Waarschijnlijk iets van 2,50, 3 euro. Echt een lijfzever. Well, komt niet echt weer bij een nep wimper, maar we're doing our best here. Ik heb de look nog afgemaakt met de Provision mascara van Urban Decay op mijn onderwimpers. En op mijn lippen Family Jewels van Jeffree Star. Oké. Hold up. Ze heeft dus ook nog haar onderwimpers gedaan. En een bepaalde lipstick van Jeffree Star die ik sowieso niet heb. En ik weet ook niet welke kleur. Zo. Ik zat te denken van, oké, of het wordt echt een felle rode kleur. Maar weet niet, dan wordt het meer een soort kerstlook of zo. Dus ik denk dat ik gewoon safe voor nul ga. En omdat ik weet dat Jeffree Star vaak van die vloeibare lippenstift heeft, ga ik dat ook maar gebruiken. En die droogt dan mat op. Ik ben heel benieuwd in hoeverre die lijkt op die van Jessie. Sowieso heb ik dus niet mijn gezicht kunnen doen. Ik gok, klein gokje, dat ze dat al had gedaan voordat ze überhaupt met de ooglook begon. En dat ze dat gewoon niet dacht van niet relevant voor de video. Maar ja, als je het echt puur op audio moet doen, dan zit dat er dus niet bij. Dus ja, dat mist toch wel behoorlijk bij deze look. Oké, ik ga bekijken wat haar look is. Ik ben onwijs benieuwd. Oh, oké. De lips zat ik dus echt totaal naast. Ik denk dat ik op zich qua kleur positie wel redelijk hetzelfde ben, maar dit is wel echt een verschil van mooie, gepigmenteerde en goede kwaliteit oogschaduw versus dit.
Ik ben over het algemeen niet echt heel ontevreden met mijn eigen look. Maar ik ben vergeleken Jessie wel echt een 4 out of 10. Ja. Ik had zelf persoonlijk mijn wenkbrauwen nog wat donkerder willen aanzetten. Ik heb ze wel geverfd. Dus ze zijn nu wel iets donkerder dan wat ik normaal heb. Maar voor deze look had ik ze nog wel echt wel iets donkerder gewild. En ik mis natuurlijk gewoon mijn hele bronzer, foundation, dat hele proces. Want dat maakt een ooglook natuurlijk ook, ja, gewoon nog mooier, beter. Gewoon totale plaatje. Het zit er niet volledig naast, maar... Als je het naast elkaar zet, dan zie je echt wel heel duidelijk heel veel verschillen. Mocht je de look van Jessie willen namaken, ik heb haar tutorial video hier in de beschrijving neergezet. Mocht er nou nog een leuke challenge zijn qua make-up of zo, waar je denkt, oh, ik wil echt heel erg graag dat je dat doet de volgende keer, laat het hier vooral beneden achter in de comment. En natuurlijk bedankt Jessie voor het deelnemen aan deze video. Ik ben zeker niet ontevreden met de look. Hopelijk kan ik ooit zo goed make-up doen. Als jij. We kunnen blijven dromen. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. En dan zie ik je snel weer. Doei doei.